Ik ga zo eerst de mededelingen. Vandaag de 13e zondag na Pinksteren. Morgen de heilige van het Jezus, leider. Dinsdag de heilige Willemus, abt en kerkvader. Het is de laatste kerkvader van de reeks. Woensdag de heilige Johannes de Chantal, weduwe. Donderdag het feest van het onbevlekt hart van Maria. Met de gedachtenis van de heiligen Timotheus en zijn gezellen, makelaren. Vrijdag de heilige Filippus Benitus, beleider. Zaterdag de heilige Bartholomeus, apostel. Op sommige plaatsen onze lieve vrouw. Heil van de zieken. En komende zondag, de 14e zondag naar Pinksteren. Op sommige plaatsen de gedachtenis van de heilige Lodewijk, koning van Frankrijk. Die ook derde ordeling is van de Sint Franciscus, derde orde. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die gelovigen in dit evangelieverhaal, dat niet te lang is, zien we vele heilzame lessen. Eerst zien we het deugdzaam gedrag, het voorbeeldige gedrag van die Melaatsen. De Melaatsen was in die tijd een ongeneeslijke ziekte. En zoals u weet, heb ik al gezegd, dus hebt u waarschijnlijk wel gehoord of gelezen. De ziektes, dat weet u, die komen van de erfzonde. Maar ook alle zonden veroorzaken min of meer of versterken de ziekte. Bijvoorbeeld iemand die dronken is, een dronkaard, die veroorzaakt leverziektes enzovoort. De dronkenschap. En de ziekte is niet alleen het gevolg van de zonde, dus vooral van de erfzonde, maar ook drukt de zonde uit, dat weet u ook. Drukt de zonde uit. In het lichaam toont de ziekte wat het in de ziel de zonde uitwerkt. Dus bijvoorbeeld bij de melaatsheid veroorzaakt dan een misvorming van het lichaam, van de huid. Lelijk. Het lichaam wordt lelijk en aangetast en weggevreten. De ziel wordt ook lelijk door de doodzonde. Het gaat vooral over de doodzonde. Want van de melaatsheid zal men sterven, normaal gezien. Het is dodelijk. Bovendien is de ziekte dus niet alleen dodelijk, maar ook besmettelijk. Dus men moet afgezonderd leven. Zoals de zonde die snijdt de zondaar af van de gemeenschap van de heiligen. En als hij zo stresst, gaat hij afgesneden worden van de hemelingen. En gaat hij in de hel terechtkomen waar geen gemeenschap is met de hemel. Afgesneden. Om besmetting te voorkomen, moet de laatste voor hij dood is, reeds afgezonderd worden. Zoals de zondaar, vooral de ketter, moet verwijderd worden uit de kerk om de andere leden niet te besmetten met de ketterij. Of met een schandalige zonde. Zoals Sint Paulus zegt, gaat tekeer tegen het incest. Zegt dat mag je nu niet in bestaan. Dat mag je niet toestaan. Dan moet dat tegenin gaan. En hier heb je dus de melaatse, die genezen worden door Jezus. En Jezus die wil wel dus door alle trouwens zieken genezen. Maar zijn bedoeling is om de mensen naar de hemel te brengen. Dat is zijn reden van bestaan als mens. Hij is mens geworden om ons te verlossen. Dus de zieke genezen is voor hem een middel om de mensen te verlossen. Om de mensen hun zielen te winnen, hun dankbaarheid, hun aanhankelijkheid te winnen.
En natuurlijk, zoals u weet, om te bewijzen dat hij God is. En dat daar ook moet geluisterd worden. Als God spreekt, dan spreekt hij waarheid en het is ook heilzaam. En ja, God is ons doel, dus wij moeten naar God luisteren. En de wijze dat hij God is, tegelijkertijd doet hij goed aan de naasten. Maar zijn bedoeling is naar aanleiding van die genezing de zieke ogen op te brengen naar het heil, naar de staat van genade. Daar komt het eigenlijk op neer, de staat van genade. Dus naar de hemel. Vrede op aarde aan alle mensen naar goede wil. Vrede, die vrede is de vriendschap met God, de staat van genade. Wel, die melaatsen, die verdienen hun genezing op de volgende manier. Wel, op dezelfde manier dat zij hun genezing verdienen, kunnen wij verdienen dat we uit de zonde geraken. Want de ziekte is een parallel met de zonde, ook de genezing is in een parallel met de bekering. Maar wat gebeurt er? Zij blijven van verre staan. Dat is een acte van nederigheid. Zij hadden Jezus kunnen benaderen, Jezus had dat toegestaan, want hij kan niet ziek worden, normaal moest men afstand houden om de mensen niet te besmetten. Maar bij Jezus is dat geen probleem, want hij is degene die de zieken geneest, hij is sterker dan de ziekte. Dus hij zou zeker toegestaan hebben dat ze dichterbij kwamen bij hem. Trouwens, om hen te genezen kwam hij ook dichterbij. Dus hij heeft ook zieken aangeraakt, enzovoort. Zelfs bij laatsten. Maar ze blijven wel verder staan en dat is een teken van nederigheid, van ik ben niet waardig van zo dicht bij je toe komen. Een teken van nederigheid. En ook gehoorzaamheid aan de wet, zoals ik zei, want de wet verbood dus van gemeenschap te met andere mensen, gezonde mensen, dus we moesten afstand houden. Dus nederigheid en gehoorzaamheid. En dan levavierend voort zijn. Ze verhieven de stem, want ze moesten roepen om gehoord te worden, want er waren mensen bij Jezus, er waren altijd mensen bij Jezus, het zijn 12 apostelen, maar ook de leerlingen en andere mensen, voordat hij het hoorde. Want hij ging van Galilea door Samaria naar Jeruzalem. Dus hij ging een afstand afleggen. Hij ging dus door een zekere gehucht, Castellum, een gehucht, een dorp, waar dus die 10 belaatsen en tegemoet kwamen. En van verder riepen dus. En ze riepen om gehoord te worden. En ze riepen, Jezus te hulp, dus het was een gebed. Hè? Dus ja, Jezus te hulp, op en ze bidden en bidden. En dat is dan weer voor ons een voorbeeld, dat wij samen moeten bidden. En Jezus moeten aanroepen. Samen. Natuurlijk moet men alleen bidden. Men moet altijd bidden, dus men is veel alleen, meestal of veel alleen. Dan heb je er vanaf, maar men is toch een zekere tijd per dag alleen. En dan zou men moeten bidden, men moet altijd bidden, zoveel mogelijk, alleen bidden. Maar als het kan, vraagt de kerk, Jezus vraagt dat eigenlijk, om samen te bidden. Jezus zegt, als er 2 of meer in mijn naam samenkomen, samen bidden, samen zijn, dan ben ik in het midden. En als er 2 of meer iets vragen in mijn naam, zal ik het u geven. Dus als het kan, samen bidden. En zij baden dus samen riepen ze levavierend, dat is in meervoud. Ze verhieven de stem en riepen Jezus preceptor, dat is voorganger, leraar, meesters erkennen dus, miserere ons, heeft medelijden met ons. Dus ze erkennen Jezus als de Messias, als iemand die hem te leren heeft, een leraar. En miserere ons. Als je iemand vraagt om u te helpen, dan erkent je 2 dingen in die persoon, dat hij u kan helpen en dat hij u wil helpen. In dit geval een almacht, want zo'n melaatsheid genezen kan alleen maar God. Dus zij eren in Jezus door te vragen van zich over hen te ontfermen, dat betekent niet dat zich te genezen, eren ze zijn almacht, dat hij kan genezen, de melaatsheid kan genezen, van 10 melaatsen tegelijk, en ook het wil doen. Want anders is de moeite niet van iemand die ze vragen als ze op voorhand 2 tijd niet wil geven. Dus zo moeten we ook bidden met vertrouwen op zijn almacht en zijn goedheid.
En Jezus inderdaad antwoordde op zulke nederig en gehoorzaam, een gebed samen, met vol vertrouwen, dan antwoordt Jezus. Dat is voor hem onweerstaanbaar, bij wijze van spreken, want hij is een goedheid, hè? Mens geworden goedheid. En hij gaf meteen de oplossing, hij zei, maar op een zeer wonderbare manier, hij zei, ga en toon u aan de priesters. Dus Jezus gaat ze niet zomaar genezen, wat ik zei, want zijn bedoeling is van ze te verlossen. Want wat baat het dat men mensen geneest en ze gaan een verder leven in zondigen en uiteindelijk naar de hel. Dus dat haalt niks uit. Terwijl er zijn mensen die gemakkelijker zondigen als ze gezond zijn dan als ze ziek zijn. Dus het is niet de bedoeling van Jezus die mensen gewoon te genezen en voor de rest laten gaan en dat ze er maar op losleven. Zijn bedoeling is dat zij genezen komt, maar als een middel, zoals alles een middel is op aarde naar de hemel te gaan, dat het een middel is om naar de hemel te gaan. Dus hij gaat ze iets leren. En hij zegt hun, hij geeft ze een opdracht. Ga en toon u aan de priesters. In dat kortzinnige zit er weer heel veel in vervat. Waarom? De mensen verstonden dat. Waarom? Wel, dus als men naar de priesters moest gaan, die priesters hadden de macht niet gekregen, zomaar. Dat behoort niet bij een christelijke macht om alle melaatsen te genezen. Iedereen kan een genezing bekomen, maar daar moet men geen christen voor zijn, dan moet je gewoon aan God een mirakel vragen. Dus dat was niet in de christelijke macht zomaar om zieken te genezen. Dus was Jezus wel de macht van zijn leerlingen om zieken te genezen. Zijn leerlingen hadden wel de macht om zieken te genezen, maar de priesters van het Oude Testament hadden die macht niet. Dus daarvoor moesten ze niet naar de priester gaan. Dat wisten die priesters, die kunnen ons niet genezen. Maar wat stond er in de wet van het Oude Testament? Dat als men genezen is van melaatsheid, moest dat vastgesteld worden door een priester officieel en dan pas met het goedkeuring van die priesters kon men terug opgenomen worden in de menselijke maatschappij zonder problemen. En die priesters hadden dus aanwijzingen volgens de wet waaraan ze konden zien dat de melaatse genezen was. Ook dat was medegedeeld door de wet van Mozes. De tekenen van de genezing. Maar dat betekent dan ook, als ze naar de priesters moeten gaan, om te tonen dat ze genezen zijn, dat ze dan ook genezen zijn, maar ze waren nog ziek. Ze waren nog niet genezen. Dus voor hen was het een opdracht van nog meer geloof. Ze geloofden al dat Jezus hen kon genezen, want daarom roepen zij hem aan. Maar zich op weg begeven, en dat doen ze ook, ze gaan ze allemaal op weg. Zich op weg begeven aan de priesters om te tonen dat ze genezen zijn, terwijl ze niet genezen zijn, dat is een acte van geloof. En zonder te mopperen. Dus dat is tot hier toe zijn ze bewonderenswaardig. Bewonderenswaardig. Ze gaan gewoon op weg zonder te zeggen, ja, maar we zijn nog niet genezen. Genees ons eerst en dan kunnen we nog naar de priesters gaan. Dus dat doen ze niet. Dus ze zijn bewonderenswaardig, ook weer in hun geloof en vertrouwen, zonder mopperen, nederigheid, geen oppositie, geen bemerkingen maken, opmerkingen, gewoon luisteren. Jezus zegt, ga naar de priesters, we gaan naar de priesters, ook al zijn we nog ziek. We zijn nog melaats. Die melaatsen gaan naar de priester, om te tonen dat ze genezen zijn. Dus dat is echt een acte van geloof. En inderdaad, de tekst zegt, dat is een echt gebeurd verhaal, dat is geen parabel, maar echt gebeurd verhaal. Ze gingen op weg en ze werden genezen. Er staat zelfs, ze werden gereinigd. Reinigen is nog een variant van genezen. Reinigen betekent dat men vuil was. En dat duidt op het feit dat dus inderdaad de melaatsheid een gevolg is van de zonde, die een vuiligheid is. Ze werden gereinigd. En dan gaat er een splitsing gebeuren. Er is er ene die zich verder deugdschamen gaat bedragen en de andere worden ondeugend. Ziet je dat probleem? De mensen zijn genezen en ze beginnen terug te zondigen. Ze zijn al pas genezen en gaan zondigen. Namelijk een grote zonde van ondankbaarheid. Je kunt zeggen, ja maar zo Jezus heeft gezegd, ga naar de priesters, dus dan gaan ze naar de priesters. Er is ene die terugkeert, maar die had eigenlijk Jezus moeten gehoorzamen en naar de priesters gaan. Maar ja, akkoord, dat is een opmerking, opwerping, geldige opmerking.
Maar ze is niet gelukkig in die zin dat Jezus zegt, waar zijn die tegen anderen die mij niet zijn komen bedanken? En Jezus weet alles op het voorhand. Dus hij wist dat ze ook niet gaan terugkomen om hem te bedanken. Ze zijn weg en ze blijven weg. Dus het is niet dat ze naar de priesters gaan om ze te tonen dat ze genezen zijn, in gehoorzaamheid aan Jezus, en dat ze hem dan komen bedanken. Nee. Dus de ene die hem komt bedanken, en meteen, onmiddellijk, voor hij naar de priesters gaat. Nadien gaat hij naar de priesters gaan, wel noodzakelijkerwijze, want hij, om in, zoals ik zei, om in de maatschappij te fungeren, moet men een bewijs hebben van een priester dat men aanvaard is, want men was, hij was bij laatst. En dat is dus een... ja, heel goed, dat is een acte van dankbaarheid. En dankbaarheid is een deugd die eigenlijk bij onder de rechtvaardigheid behoort. Niet onder de liefde. Dankbaarheid is geen liefde. Dat is rechtvaardigheid, dat is een plicht. Dat is niet een goede daad dat men richt uit liefde. Dat is een plicht, dat behoort bij de orde van de rechtvaardigheid. Men moet, als men een weldaad gratis krijgt, dan moet men danken. Dat is het minste wat men kan teruggeven. Want vanwege van degene die geeft, is het liefde. Want hij is niet verplicht van te geven. Hè? Maar van degene die ontvangt, is het dan geen liefde, maar is het gewoon rechtvaardigheid, een plicht om te danken. En dat doen ze dus niet. En er is een grove belediging van Jezus' goedheid. Hij wou ze hoger opbrengen. Is er maar een die meedoet met de genade. Die genade uiteindelijk van bekering. Want hij gaat zich bekeren. Die dankbaarheid, dat is gevolg van dat hij mij erkend heeft als een man van God. Want hij zei maar roep, jij kunt mij. Hè, dus help ons, ontferm je over ons, genees mij. Heeft hij met de andere gebeden geroepen. Dus hij wist dat Jezus kan genezen, dat hij goed is, dat hij wil genezen, dat hij de man van God is. En hij heeft zoiets genezen en hij is dankbaar. En dat heeft bijna automatisch hem de spijt van zijn zonde bewerkt. Hij heeft spijt van zijn zonde, want anders zou Jezus niet zeggen, je bent zalig. Want Jezus kijkt in de ziel. Hij heeft in de ziel gezien en de ziel is niet alleen dankbaar, maar bovendien, al die deugdzaam gedrag tot aan de dankbaarheid toe, heeft voor hem de bekering bekomen. Hij heeft de genade van bekering bekomen. En hij is ook bekeerd, hij heeft spijt van zijn zonde en hij heeft vergiffenis van zijn zonde. Want Jezus zegt, ga, sta recht, want hij lag neer op de grond in aanbidding. Hij zei, sta recht, ga, uw geloof heeft u zalig gemaakt. Uw geloof heeft u zalig gemaakt. Geloof dat het gepaard gaat, een formeel geloof heet men dat. Niet een informeel geloof zoals van de duivel, die gelooft ook wel, maar die bemint niet. Maar een formeel geloof, een geloof dat ook doet wat het gelooft, dat bemint ook, en dat dus tot het doel komt van het geloof, dat is de verlossing, de weg naar de hemel. Dus die waargelovigen, wat een voorbeeld. En Jezus verwijt misnoegd over de ondankbaarheid. Hij zegt, zijn er geen 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Niemand is gevonden die teruggekeerd is om... eer te brengen aan God, niet aan mij, maar aan God, trouwens, hij is God. Dan alleen deze vreemdeling, want het was een Samaritaan. Een Samaritaan was eigenlijk een mengeling van 2 volkeren, namelijk van het uitverkoren volk dat daar woonde in Samaria, voor de ballingschap. Het uitverkoren, die stammen zijn daar verplaatst, die stammen van het uitverkoren volk zijn dus verplaatst geweest naar Babylonië en Nineveh. Maar die keizer die daar woonde, die wou dus Samaria niet leeg laten. En heeft dan volken van zijn eigen volk dus naar daar gestuurd om dat land dat vruchtbaar was en mooi was te bevolken. En hij heeft daar ook mensen van het uitverkoren volk, welke stammen waren daar, had de 11 andere stammen dan Juda,
Want de stam van Juda woonde dus in Judea. Ja, je had dus de stam van Ruben, van Dan, van Manasse, van Benjamin, van Simeon enzovoort. Je had dus 12 stammen. Wel, die hebben zich dan vermengd met die vrienden die uit het oosten kwamen. Die Syriërs en Assyriërs en Babyloniërs. En dat zijn dan de Samaritanen geworden. Die eigenlijk ook niet de zuivere wet volgden, maar zo een ketters waren. Die hadden dus daar zelf iets van gemaakt. Gedeeltelijk de wet van Mozes overgenomen en gedeeltelijk niet. Bijvoorbeeld, ze baden niet in Jeruzalem, hetgeen dat ze moesten doen. Vanaf het begin heeft Jeroboam, degene die koning werd van de 10 stammen in het noorden, die heeft dus met zijn eigen mensen verboden van naar Jeruzalem te gaan. En 2 stammen, Juda en Benjamin, bleven trouw onder Roboam, dus de zoon van Salomon. En die baden dus in Jeruzalem. Maar dat is alleen punt dat ze niet deden, dat is gaan bidden in Jeruzalem, in een tempel. En ze moesten daar het offer brengen. En daar moesten ze dus assisteren. Dus hij zegt, deze vreemdeling, deze ketter. Hè, dus, en die komt dan, die is dan dankbaar. Dus degene die jullie beschouwen als eigenlijk een grote zondaar, en wel die uiteindelijk gaat zich manifesteren als een heilige. Dat is nog de ironie van het lot, dat het uitverkoren volk uiteindelijk dus Jezus verwerpt, gebruik maakt van zijn goedheid om genezen te worden, maar eens genezen, dan zien ze niet meer om. Dat is niet de bedoeling van Jezus. Jezus' bedoeling is juist tegenovergestelde. Door de genezing de mensen aan zich te binden in de goede zin van het woord, en ze naar de hemel, om ze naar de hemel te brengen. En die Samaritaan die doet het. En die wordt ook heilig. Uw geloof heeft u heilig, salvom, heeft u geheiligd, heeft u zalig gemaakt, heeft u verlost. Hierbij geloven we, wat een voorbeeld hier. We zien dus die, we moeten eigenlijk die Samaritaan navolgen, niet in zijn ketterij, maar in zijn goedheid, in zijn geloof, in zijn nederigheid, in zijn gehoorzaamheid aan de wet, in zijn gebed met de anderen, gezamenlijk gebed, in zijn geloof in Jezus, dat hij de leraar is, dat hij kan en wil genezen, dat God alleen kan doen, dus eigenlijk God is, en ook de dankbaarheid. Dus wij moeten ook de dankbaarheid overnemen. Als wij dankbaar zijn, je ziet hier ook, die dankbaarheid, die laatste deugd die hij beoefent, heeft hem de zaligheid verdiend. Dus als men dankbaar is voor de genade en de gave die men gekregen heeft, is men waard om andere en grotere genade te krijgen. Dit is de allergrootste genade, dat is de staat van genade. En voor ons dierbare gelovigen gaat het eigenlijk over de biecht. Want voor ons, ga naar de priesters om uw genezing vast te stellen. Voor ons is dat in het Nieuwe Testament sterker. Die priesters hebben inderdaad de macht om uw ziekten weg te halen. Namelijk uw ziekte van de ziel, namelijk de zonde weg te halen door de biecht. Hebben ze de macht van God gekregen. Dus ga naar de priesters, hè, want Jezus is naar de hemel gegaan. Ga naar mijn kerk, de echte kerk. Mijn kerk, niet naar de ketters en naar de schismatieken, maar naar de echte kerk. En dus al die deugden oefenen van nederigheid, gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof en dankbaarheid. De biecht is gemakkelijk. Het is gemakkelijk, het is gewoon een zonde zeggen aan iemand die zelf ook zondaar is. Dus dat is niet moeilijk. De priester natuurlijk is ook een arme zondaar, maar hij heeft natuurlijk wel genade om heilig te leven. Maar die genade heeft iedereen. En hij heeft een zwijgplicht. Dus zo moeilijk is de biecht nu ook weer niet. En uiteindelijk is het een plicht om te biechten als men een doodzonde gedaan heeft. Men is verplicht eenmaal te biechten in het jaar. Dat is voor paascommunie, hè? Dus vooral als men doodzonde gedaan heeft. Maar men is ook verplicht, een zware verplichting, om zo vlug mogelijk te biechten als men een doodzonde gedaan heeft.
Omdat men zijn ziel in gevaar brengt om zich te verdoemen als men ondertussen sterft, als men een doodzonde op het geweten heeft. Dus men moet zo vlug mogelijk biechten. En daardoor worden genezen van de melaatsheid van de ziel. En dat is de bedoeling van Jezus, van ons te verlossen en ons te zalig te maken. Die waargelovige vragen we Maria om deze Samaritaan te volgen in zijn deugdzame houding, hè? Zijn deugdzaam gedrag, om ons ook zalig te maken door Jezus genade. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.